Projectcoördinator van het landelijk woningbouwprogramma, Mark Romy, zegt dat er prachtige woningen worden opgezet te Charlesburg. Vandaag bij de lancering van het plan stelde de coördinator dat de bouw van de huizen daadwerkelijk medio 2024 begint. In overleg met de minister van Openbare Werken, omdat hij ook zegt, waar we dan ook bezig zijn, ontwatering is very important. Het mag niet onder water lopen. Die voorziening is ook getroffen. En dat gaan we samen doen met Caremco. Die is de aannemer onder leiding van de directievoerder Sintec. Gaan we ervoor zorgen dat dit project ook een prachtig project wordt. Verder wil ik zeggen, ik feliciteer iedereen hier. We're gonna go for it. En wat ons doel is, medio volgend jaar, president, moet de woningbouw hier starten. President Chandrika Prasad Santokhi geeft aan dat de start van het project het bewijs is dat er economische stabiliteit is in het land. Wij geven de burger 1,6 miljoen SRD. Je hoort het, je kunt een redelijke woning ermee bouwen. Je kunt een driekamerwoning ermee bouwen. En u krijgt een rente van slechts 7%. Alle banken. Uiteraard wordt er een plan voor je opgesteld. Je hoeft niet al die 1,6 miljoen te nemen. Misschien wil je een klein huisje hebben. Je wil daarmee beginnen. Begin daarmee, met je 600.000. Er wordt een plan voor je opgesteld. Om af te lossen. Tweede wat we beslist hebben. En namelijk dat team is beschikbaar. Ze gaan hierna een persconferentie geven. Om alles haarfijn uit te leggen. Hoe, wie, wat, waar, procedure, website, app. We gaan ze allemaal begeleiden. Er worden nutsvoorzieningen gebracht naar het gebied. Met alle financiële instituten zijn gesprekken gevoerd om de samenleving toegang te geven tot het nemen van een bouwlening, besluit het staatshoofd.